Sanne, kun je eens vertellen, hoe heb je deze wedstrijd ervaren? Als heel erg zwaar. En het is natuurlijk wel een beetje geluk hebben, dat hoort ook bij het spelletje. Als Sanne kant had pech en zij had net een hele grote aanval geplaatst en was weg. Maar dat is ook topsport, hè? Een spelletje spelen en als je dan materiaalpech hebt, nou, dat is de ene pech en de andere wint. Part of the game. Part of the game, en ik ben heel blij dat ik hier gewoon heb kunnen winnen. En ik heb volgens mij ook al genoeg pech gehad de afgelopen jaren. Dus het is een mooie bevestiging dat ik op de goede weg terug ben. Ja, vond je het een lastig parcours? Nou ja, weet je, ik hou van dit rondje. Korte steile klimmetjes, lopen. Ik merk dat ik die power heb. En het is gewoon technisch draaien en keren. Dus ik vind het een heel mooi, maar wel lastig rondje. Had je de hoop al opgegeven om te kunnen winnen? Ik heb daar niet over nagedacht. Ik ben gewoon blijven rijden. En het belangrijkste vond ik dat ik mijn eigen ritme kon rijden. Want dat is heel erg lastig. Als je, als je gewoon zo afziet, dan ga je vaak over de limiet heen. En dan val je helemaal stil. Dat heb ik niet gedaan. Hoe belangrijk is deze overwinning voor jou? Dat is gewoon geeft een enorme motivatie op naar de volgende wedstrijden. Ja, ook na wat er gebeurd is. Ja, maar dat is voor mij gewoon. Betekent gewoon dat ik op de goede weg terug ben en dat ik niet. Ik heb wel eens tegen mezelf gezegd van dit is mijn laatste jaar als ik niet meer op mijn oude niveau raak. En dat komt volgens mij wel goed. Prima. Hoi, ik vind het leuk. Ik ga jou gewoon interviewen. Want ik vind het gewoon belangrijk dat we ook gewoon de aandacht krijgen. En dan gaan we gewoon zelf die aandacht creëren. Super, ja. Gedaan met zagen over te weinig media aandacht. Ja, journalist van tv. Hey, maar volgens mij beter ben je dan als in Las Vegas. Ja, ik denk het ook. Wat was dat? Nee, ik ben blij vandaag. Ik had wel... na Vegas inderdaad zo, misschien bij iedereen wel het start van het seizoen gevoel van waar staan we zelf, waar staan de anderen, een beetje aftasten. Neerpelt is niet echt mijn top favoriet parcours, maar ik ben blij dat ik toch op podium kan staan. Ja, is dat mooi, mijn spoor. Ja, het zal wel zijn. Echt ver was ik niet, maar ik kom er net niet aan. Maar wel goed man, gemotivatie voor de voorkomende koersen. Ja, absoluut, zeker en best. Wat staat er nu op je planning? Volgende week zaterdag zijn wij verplicht om in België een provinciaal kampioenschap te rijden. Oh. Ja, we moeten verplicht aan de start staan. En dan zondag gieten. Gieten, dus, programma. Laten we dan het programma zaterdag maar een doorgedreven training van maken. Ja. En dan hoop ik zondag opnieuw te knallen. Misschien dan nu nooit voor jou? Laat zullen we dat als als we er allemaal maar eerlijk voor rijden, dan vind ik het prima. Absoluut. Top. Ja. Hey Maud, ik ga je gewoon even interviewen. Hey Sanne. Super knap gedaan zeg. Ja, het is geen vraag. Dankjewel. Hoe ging het? Ja, super. Ik had nooit verwacht dat ik nou derde kon worden hier in de eerste cross in Neerpelt. Super goed gedaan. Ja, dankjewel. Jij ook? Hoe ging het rondje? Hoe ging je positioneren? Ja, vanaf het begin zat ik eigenlijk wel goed mee en ik kon even bij de kopgroep blijven hangen. Maar daarna ging het toch net iets te snel toen Sanne een aanval plaatste. Toen moest ik even lossen en heb ik mijn eigen tempo verder gereden. Mooie derde plek wel. Ja. Beloofd wat. Ik zou zeggen, geef ze het welverdiende applaus. Sanne van Paas, allemaal Looy en Maud Kaptein.